Hallo allemaal, ik ben vandaag bij Fotografie in Beeld en ik neem jullie een dag mee. Ja, dat is hem. Dit is echt tof. Dit. Kijk eens. Oh. Hey. Heb je mij als silhouet, Anik? Oh, ik heb een opstapje mee, zie je? Ja, kijk. Nee, Wendy is cool, want ik heb bijna geen stem meer en zij had keelsnoepjes, dus... Uitkomt goed. Tof. Hoi. Hi. Ben je aan het bloggen? Ben je gewoon even lekker aan het bloggen? Nee, aan het vloggen. Aan het... Oh. Een stevig robbertje vloggen. Yes, yes. Moet ik hierin kijken? Hey, hallo. Lukt het hier allemaal? Altijd laatst voor met stress. Ja. Zo is dat nou eenmaal. Dat hebben we allemaal. Wat mooi zeg. Iets mooi, hè? Prachtig. Die heeft in Parijs bij de expositie de show gestolen. Ja, prachtig zeg. Ja. Ik ben gepromoveerd tot Volkswagenbusje schoonmaakster. Ik zie een fotoboot. Ja, dus dan. Mag ik daarin? Natuurlijk mag je erin. Ja, is er nog geen ruimte? Niemand. Stroom is uitgevallen in dit hoekje, dus ik moet even stroom regelen. Oh, dan kan ik er nog niet in. Maar ik zal het even regelen en dan kom ik je halen. Oh, ja? Ik zit weer. Hoi. Ik kan niet zwaaien, want ik had een selfie stick vast. Nee, je kan wel zwaaien, maar dat is een beetje jammerlijk voor je camera. Ja, dat is hem. Hoi. 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 Ja, ik heb hem gisteren ook gefilmd dat hij opgehangen werd. Ja, dat zei Björno inderdaad. Ja, hartstikke dus dat leuk. Komt ook in de video. Leuk. Dankjewel. Alsjeblieft. Toffie. Hi van jou. Hi. Ik heb zo'n demo. Ik ga alles even klaarzetten. En het is een drukke dag voor mij. Dus ik probeer alles goed, zo goed mogelijk te filmen. Dus er zullen misschien her en der wat gaten zijn. Vergeef het me alsjeblieft. Van jou die gaat ook ondertussen wat filmen. Maar jullie zullen het zien. Yeah. Nou, daar gaan we wachten, Wendy. Ja. 10 minuten. Klinkt goed hoor, nee. Dat is echt. Hoi Fabian. We worden gewoon. Noem je dat dan ook fotobombing? Ah nee, vlogbombing is vlogbombing. Je doet aan vlogbombing. Wat een mooie locatie hebben we hier. En ja, toch, leuk dat ze dit georganiseerd hebben. Ja. Echt, Jij geeft zo nog een lezing, toch? Ja. Over. Wat je met een RAW file kan doen. Toch? En dan eigenlijk alle bewerkingen. De volgorde van de bewerkingen vooral. Cool. Dus ik hoop dat mensen het interessant vinden. Ja, en geef je daar ook vaker lezingen in? Of? Nee, eigenlijk niet. Nee. Dus ik doe het maar heel af en toe. Dus als jullie dat willen, dan moeten jullie even liken, commenten, noem het maar op. Dat hij Otto vaker een lezing of een workshop of iets moet geven. En wat hij dan moet doen, wat jullie leuk vinden om te zien. Ja. Of verhalen van bekende mensen. En... Ja. Dat ze niet echt ook aardig zijn. Oh. Nee, dat vraagt iedereen altijd. Ze zijn niet echt dan ook aardig. Ja. Nee, die zijn niet echt ook heel aardig. Ja. Nee hoor, gewoon over fotografie. Oké, laat hou het daarbij. Okay. Hoi. Doeg. Nou, allemaal gezellige mensen hier. Even lekker rondkijken. Even snel nog bij Hans kijken. Oh, ben je sneaky een workshop ingelopen? Party crashen, workshop party crashen. Om op de plek te staan van de beauty is, maar dan moet ik gewoon een grote ringfits hebben. Dus wat moet ik aan? Dit, eigenlijk wel. Goed bezig, Fabian. Ja. Ja, ik op elkaar. Zie ik ook hoe snel ik eigenlijk beweeg voor jullie. De demo's en de workshops zitten erop. We gaan nu even nog verder kijken wat er nog te doen is. Nou, het was helemaal fancy op het einde. Ja, precies. Ja, deze foto is top. This is dangerous. De baas is gewoon... Hey, ik wilde dan ook bij mensen. Ja. 3, 2, 1. Ja!
Hier is gaaf. Oké. Leuk. Zo. Ja. Hebben we Wendy Appelman. Mogen Wendy. Nam. Nou, bedankt. Ik zie jullie tegen de uitzending kijken. Dank je wel, lieve Marijke. Ja, graag gedaan. Dat is gezellig. Zoals altijd. Ja. Dank je wel. Thank you.